Goedemiddag, lieve Anna-kijkers. Welkom bij de allereerste Anna-TV. Ik ben Joanne, dat is mijn collega Lisette. Hi. En wij gaan jullie vandaag meenemen in onze eerste Anna-TV. Helaas hebben we onze winkels moeten sluiten, maar we zouden toch gewoon heel erg graag met jullie in contact blijven en jullie willen inspireren zoals we dat normaal gesproken ook in de winkels doen. Uiteraard zijn we 24/7 beschikbaar op anna.nl. Ook daar kun je deze superleuke brochure lezen, nu ook online te lezen, met een heel leuk interview van Yvette Brog. Dus dat wil ik jullie zeker even aanraden. Maar vandaag gaan we jullie inspireren met de allernieuwste Anna-collectie. Dit gaat Lisette zo meteen voor jullie doen. En ik ben achter de laptop te vinden om eigenlijk alle vragen die jullie maar hebben met betrekking tot stylen, combineren of de dingen die jullie zien, nou ja, te antwoorden aan jullie. En we hopen ook meteen eigenlijk dat te kunnen beantwoorden hier in de show. Dus ik zou zeggen, Lisette, take it away. Yes, dankjewel Johanne. We beginnen met het thema hier achter ons. Dit is het allernieuwste Anna-thema. En daar ga ik jullie wat over vertellen. Nou, je ziet hier rechts van mij de honinggelige kleur terugkomen met de zwarte en de witte gecombineerd. En je ziet veel blauw tint in dit thema. En dat kan lavendelblauw zijn. Nou, je ziet hier de jeansblauwe, de wat donkere blauwe. Daar is eigenlijk de collectie een beetje uit opgemaakt. Nou, trends die je ziet. Een broek bijvoorbeeld met de wijde pijp. Nou ja, die hebben wij gemaakt. En in een uitvoering met het bladprint, zoals jullie hier kunnen zien. Kan hem nog eventjes hier van dichtbij laten zien. Nou ja, en hoe leuk is dat te combineren met bijvoorbeeld dezelfde top. Mooi V-halsje. Het knoopje. En hier onderaan zit nog een knoop dat je een beetje op kan kroppen. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje het jumpsuit effect. Zoals je hier kan zien. Nou ja, is leuk als het wat lekkerder weer is. Maar ja, voor nu wil je dan toch nog een vestje erop. Heb ik hier het mooie gele gebreide vest. Die je er gewoon heel goed bij kan combineren. En haal je die mooie gele kleuren weer uit. Alle items zijn natuurlijk ook gewoon los te combineren. Ook super leuk op gewoon een wit of een zwart broekje. Ja, net hoe je het wil. Outfit maak je af met schoenen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Er is misschien nu nog geen feestje, jammer genoeg, maar dat gaat echt wel weer komen. En ja, superleuk om de sleehak eronder te dragen. En voor nu natuurlijk gewoon de witte sneaker. Dan maak je het outfit ook fris. Ik pak even de sneaker uit beeld. Van de bladprint hebben wij ook een jurk. Het is een wat verlengd aan de achterkant en de voorkant wat korter, zoals je kan zien. En er zit ook al een superleuke, eigenlijk een gesp ceinture bij. Nou ja, om gelijk even door te gaan naar de tweede trend, de jurk. De jurk zagen we eigenlijk vorig jaar ook, maar zie je nu ook gewoon weer terugkomen. De wat langere jurk. Nou ja, zo hier dan in de bladprint. Ik heb ook deze hele leuke jurk. Er zit een klein goud glinstertje in, wat het ook wel weer net even een beetje sprankel maakt. Ja, en met de jurk is natuurlijk één voordeel. Je trekt de jurk aan en je hebt gelijk een complete outfit. Nou ja, je kan deze gewoon heel leuk afstylen. Kijk, er zit hier een ceintuurtje om. Maar hoe leuk is het om het met net even dat bruinige ceintuurtje eronder te doen. Je doet een goede cowboylaars eronder, die hebben wij ook. En dan pak ik hier even de lange laars. Ja, die is er echt super onder. Nou, dan ben je eigenlijk met één item, heb je eigenlijk al een complete outfit. Hoe leuk is dat? Lisette, Ja. ik heb hier een vraag. Nu is het nog een beetje koud om deze jurk te combineren, of Ja. eigenlijk te dragen. Hoe combineer je hem dan? Nou ja, wat je veel ziet over de lange jurken, is bijvoorbeeld een trui. Dus je kan zeggen, hier even de blauwe trui. Je kan zeggen, ik doe gewoon de trui eroverheen. En dan laat je hem ietsjes. Dat je het strikje nog ziet en doe je hem ietsjes ertussen, zeg maar. Dat is heel leuk. Maar ja, wat kan je natuurlijk nog meer doen? Je kan ook gewoon zeggen, ik pak een leer jasje. Dan maak je hem ook gelijk wat stoerder. Kijk, dus bijvoorbeeld op deze manier. Dan heb je gelijk gewoon een hele stoere outfit. Is dit een goede antwoord op Zeker de wel. vraag? Nou ja, van deze print hebben we ook een top. Dat ga ik jullie even laten zien. Met een iets verhoogder hals en een kleine roezeltje. Hier aan de bovenkant. Nou ja, en hoe ga je deze nou combineren? Want ja, wat doe je er bijvoorbeeld voor broek onder? Nou ja, wat op dit moment echt, en dat is eigenlijk weer de volgende trend, wat je heel veel ziet, is de flarepijp. Ik heb hier het Lois broekje. Strak op de bovenbenen en dan aan de onderkant uitlopend. Deze hebben we ook echt in heel veel verschillende kleuren.
En verschillende varianten. En die zijn ook allemaal te vinden op anna.nl. Ik weet niet of Johan nog iets meer kan vertellen waar we dit nog allemaal in hebben. Wat voor kleuren we dit Ja. hebben? We hebben een hele mooie off-white denim. Een heel erg gebleekte denim. Altijd een zwarte, sowieso altijd goed om in huis te hebben. En volgens mij nog een modekleur, dat is de zandkleur. Kleur. Dus daar kan je alle kanten mee op. Nou ja, je combineert hem leuk met die blouse. Nou, wat kan je doen? Je maakt hem weer stoer. Met het leren jackie. Kijk op deze manier. Maar wil je hem ietsjes netter dragen? Ja, heb ik hier ook die hele mooie blazer. Dat is van Giacomo. Ook andere merken, hè, zijn te verkrijgen bij ons op de webshop. En dan draag je hem op in deze combi. Kijk, en dit is nu een leuk blazertje voor binnen. Maar voor straks buiten is dit ook echt superleuk. En kan je hem echt als een beetje als tussenjasje doordragen. Even kijken, ik ga dit even terughangen. Dan komen we eigenlijk op de derde trend. Wat je veel ziet, is de rok. Nou ja, dan heb je de plissé rok. Die laat ik even zo zien. Kijk, en deze is eigenlijk de plissé rok met heel veel kleurtjes. Lisette, er wordt gevraagd wat die kost, deze rok. Deze rok, ja, ga ik even kijken. Dat kunnen wij. Oh, dat zal je net zien. Oh ja, hebben ze. Deze is 89,95. Nou ja. Ik ga even verder vertellen. Doordat hij veel kleurtjes heeft, is het leuk om met verschillende kleuren ook te combineren. Nou ja, ik pak hier voor de wat nonchalantere look de mooie gebreide trui. Kijk, dan pak je met de blauwe. Maar je kan ook zeggen, wat ook leuk is, dan pak ik hem even hier vandaan. Dan pak ik hem met de gele. Kijk, en wat het leuke is hieraan, het is een wat wijdere hals. En hier zie je ook. Ga ik even in de camera dichtbij laten zien, dan kan je het even goed zien. Er zit hier een heel leuk glitterhemdje onder. Dat is echt precies dezelfde kleur. En dan heb je, ja, dan valt die wijde hals eigenlijk een beetje weg. Dus dat is altijd leuk. En die hebben wij ook in verschillende kleuren, die glitterhemdjes. Dus dat is ideaal voor als je iets hebt met een wat wijdere hals. Ja, je kan hier natuurlijk ook gewoon een top opdoen voor een iets andere uitstraling. Dan krijg je het zo. Nou ja, zo kan je deze allemaal combineren. Dan heb ik nog de verlengde rok in het zwart-wit. Dit is van Cupro materiaal. Dit is 100% natuurlijk en 100% afbreekbaar. Doorknoop, elastieke band, ja, en een mooie zwart-wit print. Nou ja, hoe combineren we deze dus? Misschien ook leuk om dat zwarte leren jasje er even bij te pakken. Oh ja, zou je dat voor mij willen doen? Dan kunnen we dat even laten zien als je met een leerjasje erop doet. Nou, kijk, je kan hem gewoon super mooi met gewoon een mooie zwarte top. Kijk, hier aan de achterkant een leuk strikdetail. Schijnt ietsjes door, dus kan je nog gewoon een mooi hemdje eronder doen. Is het wat kouder? Kort modelletje, dus dat is goed Ja, voor kort alle modelletje hoofdknijers. voor de rok. Kijk, dan doe je het op deze manier. En wil je even een klein beetje out of the box, kan je ook zeggen. Ik pak de trui erop. Voor nu lekker warm. En wat heel leuk is, kijk, dit is een grove print en dit is een wat fijne print. De prints mag je ook gewoon met elkaar combineren. Dus dat is ook wel gewoon leuk om te zien. Nou ja, we hebben ook nog verschillende broekjes in dit thema. Ik ga deze even hier hangen. We hebben die al laten zien. Ik heb hier een heel lekker broekje. Ja, dit draagt ook heel lekker als je nu thuis zit, maar dan wil het toch gewoon leuk uitzien. Kan hem ook even laten zien. Ik heb Oh hem aan. ja, Johanna heeft hem aan, dus ik kan hem even laten zien. Die heb hem gewoon met een mooi zwarte top eronder. Ritje. Ritje, kan je hem ietsjes open doen, dus dat is leuk. Super comfortabel. Super comfortabel en ja, wat je zegt, je ziet er toch goed uit, maar heb altijd gewoon een mooie zwarte broek aan. Nou ja, en daar kan je natuurlijk ook echt alles op combineren, dus dat is echt wel heel leuk. Het leuke is, dat zal ik nog even het detail laten zien, er zit ook nog een ritsje bovenaan. Dus het is leuk om er ook wat in te dragen, dan zie je dat ritsje ook nog een beetje. Even kijken, dat is die broek en dan heb ik ook nog de streepbroek in dit pakket.
Ja, ook super comfortabel. Veel materiaal of veel artikelen zijn eigenlijk gemaakt van viscose. Viscose is een natuurlijk product en heeft eigenlijk de voordelen van katoen. Dus dat is altijd even een voordeel om te weten. Het enige is met viscose, als je het wast, dan heb je iets krimp. Maar dat is eigenlijk geen probleem, want als je dit gewoon weer uitstrijkt, dan komt het artikel gewoon wel weer helemaal in vorm. Want het voordeel is, ja, het draagt gewoon lekkerder. Dus dat is nog even wat betreft viscose. Ik heb dit leuke streepbroekje nog. Kijk, wat ook wel leuk is, heb je hier nog een detail. Ik pak even de. Kijk, met het gespje. Ja, en ja, hoe combineer je dit gewoon weer met die leuke trui? Maar je kan ook zeggen, print op print, zoals ik het net liet zien. Doe het gewoon weer op deze manier. Is ook weer heel leuk. Dus ja, daarin kan je gewoon alle kanten op. Even kijken, dit is denk ik een beetje het thema zoals ik het nu uitgelicht heb. Ik weet niet of er nog vragen zijn, Joanne. Nee, het is redelijk rustig wat betreft de vragen. Dus ik zou zeggen, kom maar door, dames. Ook buiten deze collectie, om natuurlijk wat we gezien hebben. Om eventueel wat stylingtips voor iets wat je thuis in de garderobe hebt. Of denk er heel eventjes over na. Dan kunnen wij daar nog even antwoord op geven. Dat vinden we ook Opgeven. leuk om op die manier interactief ja, met jullie in contact te staan op dit moment. Dus ik roep op, vraag maar raak over de combinatiemogelijkheden. Misschien is het nog wel heel leuk om eventjes nog een andere print te laten zien. Uit ons thema wat al online is, Ja, zeg maar. ik kan ook nog even iets vertellen over sowieso de witte blouse. De witte blouse moet je eigenlijk dit seizoen in je kast hebben. Ja, en dat kan in heel veel verschillende varianten zijn. Het mag gewoon een baasblouse of een getailleerde blouse zijn. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een linnen met katoen. Ja, dit draagt echt heel comfortabel. De achterkant van deze blouse is katoen. Katoen jersey eigenlijk. De voorkant is linnen. Ja, dat draagt gewoon super luchtig. Ja, deze moet je eigenlijk in je kast hebben om ja, super goed te kunnen combineren met heel veel items. Kijk, hoe leuk is het? Wat ik net liet zien, dat Lois broekje, de jeans. Gewoon met een witte blouse. Goede sneaker of een laarsje eronder. Ja, je kan eigenlijk alle kanten op. Dus dat is echt heel leuk. En ik wilde heel graag eventjes aan jullie dit pak laten zien. We hebben heel veel verschillende pakken eigenlijk altijd in onze collectie. Moet je misschien nu nog niet helemaal denken, aangezien jullie allemaal thuis zitten grotendeels. Maar ook dit is gewoon wel lekker met een sweater bijvoorbeeld weer te combineren. Als je gewoon even de deur uit moet voor een boodschap of zoiets. En dan daarna als je bijvoorbeeld weer naar je werk moet of gewoon modisch, verantwoord, stylisch de deur Stylish. uit wil. Met een gimp maak je het dan weer een beetje sportiever. Maar echt met een goede hak kan je ook prima naar kantoor of er iets dergelijks aan. Heel erg mooi, er zit ook een beetje wol in, dus het heeft ook echt wel functie. Mooie lengtestrepen. En ook in het linnen combinatie, in het knalgeel hebben we een heel erg mooi pak. Maar ook in het off-white. Je ziet natuurlijk heel veel natuurtinten in combinatie met, nou ja, de tinten die je hier Zal ik ziet. het gele pak nog even Ja, pakken? Want dat dat is is een wel leuk goed om even te idee. laten zien. Wat kost die witte blouse, heb ik als vraag. Ik weet niet, je had net deze witte blouse laten zien, hè? Oeh, sorry. Ik loop erdoor. Even kijken. De witte blouse is 99,95. Nou ja, ja, wat ik zeg, staat linnen. Wij hebben ook allemaal van die labeltjes waarop staat wat voor materiaal is en wat het doet. Nou, hier staat bijvoorbeeld linnen. Het is comfortabel, het is duurzaam, het is ademend, het is vochtabsorberend. Dus ja, dat is heel lekker aan de materialen die wij veel gebruiken. Staat ook allemaal altijd vaak op vermeld, hè, op Ja, de staat op het kaartjes. Jij kaartje leest het staat dat nu op. allemaal vermeld. Ik zal nog even het gele pak laten zien. Ja, hoe leuk is het? Kijk, en de broek kan je natuurlijk ook gewoon weer los van de blazer dragen. Vind je het net even een beetje te gek als het in het geheel is? Ja, hoe leuk het ook is hoor. Maar ja, wat ik zeg, je kan het ook gewoon losdragen. Leuk op een. Ik zal hem even iets van dichtbij laten zien. En dan met de broek. Er zijn ook veel reacties op jouw pak, Lisette, wat je Ja. aan hebt. Nou, dankjewel. Dit is een jumpsuit. Het is eigenlijk uit één geheel. Het is met een kort mouwtje. Ja, het zit, het draagt. Het is eigenlijk gewoon heerlijk. En wat voor merk is het? Anna, natuurlijk. Nou Uiteraard. ja, en ook met dit, hè, je draagt een leerjasje over en je bent. Ja, het is uit één pak. Dus je hebt eigenlijk één artikel nodig en je bent klaar. Kijk, ik doe er een leerjasje over. En in principe kan ik gewoon zo naar buiten. En ook niet zo voor de hand liggend, maar ook hierover kan je Nee. lekker even een sweater Ja, combineren. zeker. Want dat is ook wel echt natuurlijk de trend die je ziet. Veel met sweaters gedragen. Of een gebreide trui, maar dan. Overgebreide trui. Nou, kijk, doe je het gewoon op deze manier. Ja, ik voel me er comfortabel in. Ik zou zo, kan zo de straat Groot op. gelijk.
Nou, ik denk dat we een heel eind op weg zijn met onze eerste Anna-TV. We hebben een Yes. paar vragen beantwoord, dus heel erg bedankt en heel fijn dat jullie allemaal kijken. Ik denk dat we hem voor nu gaan afronden. Ja, ik Wat wou nog jij? één ding zeggen. We hebben nog de maat toe. Wil je op ons webshop shoppen, maar weet je niet helemaal precies wat je maat is? We hebben een speciale app gemaakt zodat je precies kan zien van welk artikel welke maat je nodig hebt. Dus dan kan je nog iets specifieker winkelen. Ja, en wat we zeggen, onze webshop is keihard aan het werk, omdat de winkels natuurlijk dicht zijn. Is keihard aan het werk om al je pakketjes die je voor 3 uur bestelt, gewoon de volgende dag in huis hebt. En ja, je kan 24/7 online shoppen op Anna. En wat we nog niet gezegd hebben, waar wij zelf ook heel druk mee zijn, Ja. online personal shoppen. Wij Yes. zijn maandag tot en met vrijdag beschikbaar eigenlijk om met jou, als je denkt, nou ik heb toch een beetje hulp nodig, kan je face-to-face via WhatsApp, dus het kan met een videocall of gewoon Kan ook via gewoon zonder, gesprek. hè? Dat je hoeft niet per se met je gezicht Nee, op maar televisie. soms is dat dan, ja, dan word je ook verwelkomd in onze shop zoals we deze hier hebben en dan kunnen we je meteen ook helpen om eventueel combinaties te maken of wat leuks nieuws voor je te vinden. Dus nou ja, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken. We Zeker. leren ook graag van jullie. Dus als jullie dingen graag willen zien de volgende keer. Want volgens mij gaan we volgende week donderdag, zelfde tijd, weer live. Dus Yes. als jullie dan tips hebben of dingen die jullie graag zouden willen zien, dan horen we dat heel erg graag. Dat moeten we samen doen, met elkaar maken. En dan zien we jullie graag terug op anna.nl. Yes.